Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Café Het Stulpke, Spar Gerco Boeren en HotTubSelect.nl uit Odilia Peel. Dat hoor ik het liefste zal zijn. We hadden eigenlijk een troon hier neer moeten zetten in plaats van dit eenvoudige tuinmeubel, Joost, hè? Ja, maar een troon dat past eigenlijk niet helemaal bij ons. Kijk, wij gedragen ons misschien wel zo. Of we zijn het, laat ik het zo zeggen, maar wij gedragen ons niet. Zo moet ik het feitelijk zeggen, want ja, een troon, hè, dan staat het echt op een voetstuk. En ik vind niet dat wij op een voetstuk staan. Hè. Wij staan midden in de Uïsche gemeenschap. Maar ook als bedrijf zijn we altijd met de beide beentjes op de vloer gebleven. Dus ik vind een stoeltje, ik heb hem dan zelf niet geleverd, maar daar kan ik het ook wel mee doen. Sinds dit jaar ben de hofleverancier van Hare Majesteit. Hè? Wat betekent dat? Hofleverancier, dat wil niet zeggen waar veel mensen denken dat ik aan het hof moet leveren. Dat zou ik wel willen doen. Maar hofleverancier is eigenlijk een stuk erkenning. Het is een stuk degelijkheid, een stuk zekerheid voor jou als bedrijf zijn. Dat geeft gewoon aan dat je solide bent, want ja, je krijgt dat predicaat niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. Wie beoordelen dat? Je wordt eigenlijk helemaal gescreend door allerlei instanties, belastingdienst, accountancy, arbeidsinspectie. Zij alle komen jouw bedrijf controleren. En dan moet je aan al die facetten voldoen. Wil je überhaupt voor het predicaat in aanmerking komen? En uiteindelijk is het, zoals we dat zo plat zeggen, Hare Majesteit. Of het haar behaagt of niet behaagt. Dus het gaat wel naar het hof om om beoordeeld te worden, ja, uiteindelijk? Wat mij verteld is, beslist uiteindelijk de koningin zelf of hij het wel of niet toekent. En ook al zou je aan alle eisen voldoen, zeg maar, dan kan het nog zo zijn dat het Hare Majesteit niet behaagt en dan word je het niet. Staat er ook haar handtekening onder? Je krijgt een oorkonde, zeg maar, waar dat op te zien is, ja. Sinds 1912, Van Oort Interieurs. Wat zijn jouw vroegste herinneringen aan de zaak? Nou, mijn vroegste herinneringen zijn eigenlijk toen ik geboren werd. Want ik ben nog net niet in de winkel geboren, maar wel daarboven. En dat was toen de tijd nog in de Kapelstraat. Je hebt Kapelstraat nummer 17. Voor velen zal dat een herkenbaar adres zijn. Maar inmiddels is het pand gesloopt, helaas. Het was een mooi pand, maar daar zijn wij begonnen, zeg maar. Mm-hmm. En daar ligt ook jouw vroegste herinnering. Ja. Ging je toen je klein was ook regelmatig de zaak in? Ja, de zaak zelf in, dat kan ik me dan niet meer zo herinneren. Maar ik weet het kantoor, achter lagen de magazijnen, de werkplaats lag erbij. Het oud papierhok, dat was natuurlijk geweldig om in te spelen. Want toen al werd het oud papier eigenlijk apart verzameld en met die dozen en zo, dan kon ik achter op de plaats, kon ik er altijd mooi mijn skelter in zetten. Dat was dan de garage en dat soort zaken. Dus, mm-hmm. Sinds wanneer ben je actief in de zaak? Ik ben actief in de zaak fulltime, zeg maar, als echte broodwinning vanaf 1988. Maar ik werk eigenlijk al vanaf, zo'n beetje mijn 12e deed ik in de vakanties al magazijnwerkzaamheden en noem maar op. Was het ook altijd jouw wens om in de zaak te gaan en de zaak voor te zetten? Ja, kijk, wens, weet je wat het is? Ieder kind, hè, als je vraagt wat wil je later worden, wil je hetzelfde doen als papa. Natuurlijk had ik dat ook. Dan komt er ook altijd een tijd dat je daarvan weggaat. En waar wilde je toen worden? Ja, kijk, er gaat een verhaal dat ik vrachtwagenchauffeur wilde worden, maar dat is niet helemaal... Helemaal waar, maar het had me wel leuk geleken om eens 1 of 2 jaar met de vrachtwagen gewoon door Europa te trekken. Misschien heel raar, maar dat had ik toen als beeld. Maar ik had ook zomaar kastelein kunnen worden. Ja, en dat had ook gewild? Nou, gewild. Ik heb in mijn studietijd wel veel in de horeca gewerkt. En ik vind het ook een mooie,
ja, een mooie sector om in werkzaam te zijn. Maar uiteindelijk ben ik toch misschien wel in de veilige haven van de meubelen gekeerd. Is je studie ook in deze richting geweest? Ja, uiteindelijk wel. Na je basisopleiding ben ik detailhandelsschool gaan doen. Mm-hmm. En vervolgens een MTS gericht op de woninggericht. Er was er maar één van. En die zat in de Rotterdam. En heden ten dagen zijn er toch voor het heel veel opleidingen die aandacht besteden aan ja, zeg maar mijn vak. Hey, een nieuwsgierige vraag. Maar loop jij nou ook wel eens dat grote blauw-gele Zweedse woonwarenhuis binnen? De laatste keer dat ik er geweest ben, dat is ik denk een jaar of 10 geleden. En zoals iedereen heb ik daar ook wel eens ooit iets gekocht. Maar ik beperk me dan tot een setje glazen of zo. Oh ja. Maar voor echte meubelen. Ik heb respect voor hetgeen zij voor elkaar hebben gekregen. En ik zeg altijd maar zo, ik koop ergens anders. Ja, maar er zijn natuurlijk ook mensen die daar kopen die dan weer niet bij jou ook komen. Ja, er zijn heel veel mensen die met name die op een wat gevorderde leeftijd zijn, die willen overal bij horen. En die misschien heel gemakkelijk iets anders kunnen betalen, maar die toch naar IKEA gaan om naar de rand in een vriendenclub kunnen zeggen dat ze zelf een kast in elkaar gezet hebben. Joost, ik ben een echte Nieuwenaar. Ja. Ik ben een echte Van Oort en ik snap dat je voor deze plaats kiest, maar waar in Uje zou jij ook plaatsen kunnen kiezen waar jij je bijvoorbeeld goed kunt ontspannen? Dat zou hier een goede 100 meter hier vandaan kunnen zijn. Dan kom ik op de velden van Udi, waar ik toch al een klein 40 jaar actief lid ben. Is het een mooie club. Ik ben als klein mannetje gaan voetballen en tot op de dag van vandaag speel ik nog steeds. Ik moet zelfs vanmiddag nog een wedstrijd spelen. En de gemoedelijkheid, de sfeer die daar hangt, dat is voor mij echt ontspanning bij Udi. Dus je voetbalt ook nog actief, nog steeds? Ja, ja, ja. Ja. Welk team? Moet je niet schrikken, in Udi 4 nog steeds. Nou, waarom zou ik schrikken? Ja, goed, de meeste mensen gaan als ze wat ouder worden, gaan ze het wel rustiger aandoen. En ik ben eigenlijk alleen maar hoger gaan voetballen. Maar we hebben een gezellig vriendenteam. En het gaat nog om het echt. Het is, we moeten gewoon elke week vol aan de bak. En trainen ook. Trainen ook. Trainen ook. Nee, trainen niet meer. Die tijd kunnen we dan niet meer voor winnen. Kijk, maar we moeten toch wel elke week tegen van die jonge knapen van tussen de 18 en de 22. En op zich is het toch wel een leuke uitdaging. En we kunnen nog met die oudjes nog lekker meedraaien. En dan speel je ook nog competitie? En dat is gewoon competitie onder de vlag van de KNVB. Dus, goeie plek op de ranglijst? Afgelopen jaar waren we met de winterstop bijna gedegradeerd. Maar we hebben de koppen bij elkaar gestoken. We hebben het systeem iets veranderd. En uiteindelijk zijn we keurig netjes in het linkerrijtje, oftewel in de middenmoot, beland. Kijk, en zo moet dat. Ja. Wat is jouw plek in het veld, Joost? Ja, ik kan eigenlijk overal uit de voeten. Maar door de jaren heen ben ik wat verder naar achteren gegaan. En meestal ook op de backpositie. Het Nederlands elftal heeft daar een groot probleem, maar ze mogen zo bellen en ik vul het in. Hoor. In 1998 was je prins Porcus de 33ste. Porcellus, hè? Porcellus. Porcellus, neem me niet kwalijk, want Porcus is de jeugdprins natuurlijk. Helemaal goed. Onder het motto, we blijven durknorren. Goede herinneringen neem ik aan zo'n vorstelijk jaar. Prins zijn, dat is iets, dat doe je eigenlijk voor het leven. Het was voor mij als klein jochie, omdat ik al heel vaak op die zittingen kwam. En iedere keer als er een prins onthuld was, dan stond ik boven op de balustrade van de markthal die we toen nog hadden. En dan zei ik tegen mezelf, er komt een dag, dan zult jij daar staan, Joost. Dus het moment dat het daadwerkelijk staat, is dat ook wel, kicken, zoals ze dat tegenwoordig zeggen. Mm-hmm. Er is nog lang op geteerd. Ben je nog actief bij de Knoersen? Ja, kijk, met de Oud-Prins hebben we sowieso een club die actief blijft. Hè. We hebben het instituut der Oud-Prinsen, zoals wij noemen. Waar zelfs onze eerste Porcellus ook nog actief aan deelneemt. Wij komen minimaal één keer in de maand bij elkaar vrijwillig. Hebben door het jaar heen wat activiteiten. En daarnaast presenteer ik nou een jaar of 6... denk ik de 55 plus middag.
Hè, dat is een middag, de naam zegt het al, voor iedereen boven de 55. Het is een beetje op de manier van de zittingen. Maar afgelopen jaar hadden wij, ik denk, bijna 800 mensen binnen. Dus dat is echt wel een evenement wat een UDE zeker telt en waar ik ook elke 55-plusser kan aanraden. Waar brengt Joost van Oort het liefst een vakantie door? Mijn vakantie breng ik eigenlijk het liefst door in de zon. Ik ga meestal toch wel zuidelijk, want ja, hier in Nederland is het weer bijna niet te peilen. Nou mogen we dan van geluk spreken dat we een beetje lekker weer hebben, maar ja, je kunt er geen pijl op trekken. Voor mij is vakantie gewoon belangrijk dat de kinderen er eigen van maken, dat ik het lekker rustig kan doen en dan laat voor mij de dagen maar komen. Dat is geen probleem. Tot slot, Joost, nog bijzondere plannen met het mooie bedrijf? Ja, bijzondere plannen. Ik zou bijna willen zeggen, ik plak er nog 100 jaar aan vast, maar dan zou ik denk ik de eerste zijn die zo'n ontzettend lang leven heeft, dus dat niet. Dus dat blijft de vraag, maar laat ik je voorop stellen. We zullen in ieder geval eens de komende 25 jaar nog eens eventjes kijken wat we er van kunnen maken. Ja, want het blijft, ja, wat je al zegt, een uniek bedrijf hier in het Udense.